Na 6 jaar vertrekt directeur Wilco van Schaik bij FC Utrecht. En hij vertelt hier over de afgelopen jaren en ja, wat brengt de toekomst. De streng gelovige Henk K. uit Bunschoten die blijft langer vastzitten voor de mishandeling van zijn kinderen. Hij heeft er 19. En verslaggever Mark van der Wel kent het gezin en vertelt erover. En onze stamgast is museumdirecteur Paul van Vlijmen over het succes van de museumkaart. Goedenavond, woensdag 11 januari. Dit is U Vandaag. En hij is vandaag 50 geworden en toch hier, en ik mag het wel zeggen toch, gefeliciteerd Wilco van Schaik. Ik kan er niet onderuit, ja. En fijn dat je hier bent. Dus een verjaardagsfeestje, maar ook een afscheidsfeestje komt eraan, want je gaat vertrekken bij FC Utrecht. Waarom? Ja, dat heb ik gisteren ook uitgelegd. Ik heb 6 jaar is lang in de voetballerij. Ik heb heel veel mooie momenten meegemaakt bij FC Utrecht. Het is zeer intensief. Aan de buitenkant zie je altijd de leuke dingen, maar het heeft ook een binnenkant. Dat trekt wel eens een wissel op je. En daarnaast heb ik veel dingen bereikt, maar ook een aantal dingen niet. En ik had graag liever zwarte cijfers eerder gehad. En dat duurt ook te lang. En ik vind, je moet ook geloofwaardig blijven. Je moet jezelf evalueren. Dat heb ik ook gedaan. En zoals bij ons zeggen in de topsport, ja, bestaan geen excuses. En dat heeft voor mij ook gewoon te lang geduurd voordat ik daar zou komen. En we zijn er dichtbij, maar daar moet ik ook gewoon eerlijk zijn. En met die andere dingen erbij heb ik gezegd van oké, dan is 6 jaar een mooie tijd. Ik kan met heel veel mensen goed opschieten nog steeds. Dus en weet je dat je die ambitie eigenlijk al uitsprak op je eerste dag? En weet je ook dat wij daarbij waren? Onze verslaggever volgde jou. Laten we daar even naar kijken. Het FC Utrecht-avontuur start voor Wilco van Schaik ruim 5 jaar geleden. RTV Utrecht is erbij op zijn allereerste dag, die niet helemaal vlekkeloos begint. Moet er wel iets veranderen vandaag, jongens? Moet er iets veranderen? De naam, ja. Sportief hoogtepunt voor Van Schaik is de bekerfinale die FC Utrecht vorig jaar speelt tegen Feyenoord. En op zo'n dag is het niet alleen genieten voor de supporters. Ook voor de algemeen directeur is het een onvergetelijke dag. Ik vind het echt indrukwekkend en jong en oud loopt hier. Ja, dit is FC Utrecht. Ik vind het echt geweldig. FC Utrecht verliest de finale en dus gaat de beker niet mee naar de Galgenwaard. Een ander dieptepunt voor Van Schaik is de clubkasroof, begin 2015. In totaal wordt bijna €80.000 uit de clubkas gestolen. Later blijkt dat een medewerker van FC Utrecht in het complot zat. Wilco van Schaik is de afgelopen jaren druk om de club weer financieel gezond te maken. Op zijn eerste dag staat hij daar al bij stil. En als je dat goed onder controle hebt, dan kun je gaan bouwen. En dan kun je plannen gaan maken, strategieën maken. En dan kun je gaan groeien. En dat moet aan de commerciële kant. Dan moet je je kosten scherp in de gaten houden. En dan kan Utrecht uitgroeien tot iets waar al heel vaak over wordt gesproken. Een kop met haar, hoor ik hier naast me. Toen was je nog 44. Zo snel gaat het. Je sprak dus toen die ambitie uit. Je had eigenlijk de hoop van even snel die cijfers op orde en dan bouwen. Maar het ging lastiger. Nee, ik denk dat voetbal is een ervaringsvak. En dat heb ik zelf al geleerd. En het is een heel complex bedrijf waar je aan de ene kant elke keer de uitdaging hebt om op het veld te presteren. Om sportief, daar draait het om. Als het op veld goed gaat, gaat je club groeien. Dat hebben we natuurlijk de eerste jaar niet kunnen doen. We hebben heel veel moeten verkopen en ook wat verkeerde aankopen. Ik denk dat we dat nu beter onder controle krijgen. Maar het is een ervaringsvak, het is een heel complex vak. Op veld presteren, aan de andere kant die financiële bedrijfshouding op orde houden. En dat had ik natuurlijk nooit toen moeten zeggen. En daar ben ik mezelf echt wel tegengekomen. Dat heb ik niet goed gedaan. En ik denk echt dat we goed op weg zijn. We hebben kwaliteit op het veld. Ik zeg ook een aantal dingen commercieel. Aan het einde van dit seizoen ziet het er dus rooskleurig uit. Naast je zit mijn collega Mark, maar ook supporter van FC Utrecht al sinds jaar en dag. Hoe kijk jij terug op 6 jaar, Wilco van Schaik? Nou, ik denk dat het best samen te vatten is dat de club echt wel een professionele slag heeft gemaakt. Ik kom nog uit de tijd zelfs van de oude Galgenwaard, waarbij het gewoon koud, kil en eigenlijk amper voorzieningen. En wat je nu ziet bijvoorbeeld is dat je bijna na elke wedstrijd een enquêteformulier thuisgestuurd krijgt. Waarbij je dus je ervaringen van de afgelopen zondag kunt delen met de club. Maar Mark heeft mij ook verteld dat de echte FC Utrecht supporter eigenlijk alleen maar gewoon een worst wil en die wedstrijd. En verder niet al die commerciële rommel eromheen, bij wijze van. Dat zou zij niet. Maar ontkom je daar niet aan om toch die mensen binnen te halen in dat stadion? Nou, ik denk dat we heel, heel goed bezig zijn geweest met te luisteren naar onze supporters. We hebben daar echt op ingestoken. Elke thuiswedstrijd doen we dat ook. Onze klanttevredenheid die stijgt ook echt van de supporters. En we proberen dingen aan te passen. Nu zijn we de hele Zuidtribune, de catering weer aan het passen. We zijn met stoeltjes bezig. We hebben het geluid, hebben we nieuwe installaties geïnvesteerd. Maar je moet ook af en toe
proberen daar meer omheen te doen. Want er zijn weer andere supporters die daarom vragen. En de worstenmannen maar van de vier zijn wel terug. Steden, ja, de worstenmannen zijn terug. Ja. Dat is goed nieuws. Ja, dat is absoluut. Dat is voor jou gerecht. Ja, dat is heel goed. Maar van de vier grote steden is Utrecht dan toch niet een stad waar het vanzelfsprekend is dat je voor FC Utrecht bent? Nee, omdat we natuurlijk ook wel... Oh, kijk, dus het groeit. Supporter nummer twee. De hele periode dat jij directeur was, heb ik een seizoenskaart gehad met mijn zoon. Maar die ging in Utrecht Amsterdam studeren, dus toen hebben we het opgegeven. Maar ik vond het 6 fantastische jaren, hoor. Echt. Uit de grond van mijn hart. En je had ook ongeveer 93 appjes op je telefoon. Mensen die in shock waren van deze beslissing. Even over dat privéleven nu nog. Nu is er meer tijd. Wat ga je nu doen? Nou, ik ga eerst van de komende 6 maanden ga ik vol aan de slag. Want ik heb ook gezegd, ik praat er vandaag nog 1 keer over en dan is het klaar. Want ik ben gewoon nog in dienst. En ik denk wel dat ik in juli, als ik stop, dat ik met mijn vrouw een keer goed op vakantie ga. Want dat is de laatste jaren wel echt bij ingeschoten. Dit trekt een enorme wissel op je. Dat is ook mooi, het is boeiend, het is een prachtig vak, prachtige club. Maar het is ook goed om na 6 jaar weer even zelfreflectie te hebben. En te kijken wat het leven weer brengt. En daar heb ik nog niet over nagedacht. Dus je hebt geen concrete plannen nog? Nee, alleen wel de plannen dat ik in ieder geval in de maand juli wat aandacht thuis ga besteden. Ja, dus je hem niet bellen dan mensen, hij is dan even... En je bent nog jong. Als ik jou een vraag mag stellen, Wilco. De club moet zwarte cijfers draaien. Dat roepen jullie al jaren. Maar het lukt maar steeds niet. En je hebt natuurlijk het geld op het veld staan. Alleen is dat niet heel gevaarlijk. Want als je een slecht seizoen hebt, worden je spelers ook minder waard. Eén zin antwoorden. Dat klopt, alleen denk ik dat op de lange termijn, en daar investeren we steeds voor in het voetballen, is waarde op het veld doorslaggevend voor de club. En daarom denk ik ook dat... Of deze zomer, wat ik al zei, of de zomer erop, gaat FC Utrecht zwart schrijven. En dan zullen ze het zwart houden, omdat we zoveel waarde in de jeugd hebben en op het veld. En dat is dan ook mede op jouw konto te schrijven? Nou, dat doen we met z'n allen bij FC Utrecht. Maar goed, oké, dat compliment mag je accepteren. Mark van der Wel, jij was vandaag bij een rechtszaak over een streng gelovige bunschotenaar, ja. Henk K. Die zijn gezin best wel op brutige wijze zou hebben mishandeld. En zelfs zijn ontucht hebben gepleegd. Waarvoor staat hij onder meer verdacht? Nou ja, het zijn 2 pogingen doodslag op zijn zoons. Met een kettingzaag. Ja, volgens de aanklacht zou hij een jonge jongen hebben vastgebonden op tafel en vervolgens met een kettingzaag bij zijn hoofd hebben gehouden. Voor de rest heeft hij zijn kinderen mishandeld. Hij geeft ook zelf toe dat hij wel eens een corrigerende tik uitdeelt, maar dat er nooit letsel is uit ontstaan. Het is wel zo in dit verhaal dat er ook een andere kant is. Er is namelijk ingebroken in de woning van de familie K. De vader die heeft het idee dat vanuit zijn eigen gezin is gebeurd. Hij heeft aangifte gedaan tegen zijn eigen kinderen. En juist die kinderen doen nu weer aangifte tegen hem. Oké, dus het is één grote intrige daar in het vissersdorp. Ja, dat gezin is compleet aan elkaar gespat. Ben jij daar vaker geweest? Er was ooit een zaak van een zoontje dat met zalf werd behandeld toen hij helemaal verbrand was. En jij kreeg ook een heel apart inkijkje in hoe die vader omgaat met zijn gezin. Kijk even mee hoe die praat met jeugdzorg. Je bent bij mij in huis. Ja. En jullie maken een inbreuk op mijn privacy. Ja. Ja. En zo ervaar ik dat ook. En dat jullie nu ook een soort inbreuk op je privacy krijgen, ja, dat moet je maar voor lief nemen. Dus hij gebruikte hem misschien een beetje om hen dwars te zitten? Ja, hij belde mij toen van, joh, ik krijg jeugdzorg op bezoek. Want ik was even ervoor bij dat jochie op bezoek geweest. En dat is een hele ongemakkelijke situatie. Want jeugdzorg wist ik niet dat ik daar stond. Dus uiteindelijk zei hij van, hey, kom maar. En die mensen zeiden van, ja, wij hebben onze privacy. Nou, daar heeft hij het over. Van, als jullie mijn privacy schenden, zal ik het ook doen. Met mij als middel. Ja, uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om op de gang te wachten, ook in het belang van die kinderen. Maar je merkt in dit fragment heel erg dat hij gewoon een dominante man is. Hij staat voor zijn punt en zijn wil is wet en er valt niet aan te tornen. En dat zie je hier heel, heel duidelijk terug. Hoe gaat deze zaak verder? Februari is een volgende zitting. Dat is ook weer een regiezitting. En uiteindelijk tegen de zomer zal de zaak inhoudelijk behandeld worden. En al die tijd blijft hij vastzitten? Ja, en hij wordt ook geobserveerd in het Pieterbaancentrum. Oké, we blijven het volgen. Dankjewel, Mark. Paul van Vlijmen, we kennen jou niet alleen als stamgast hier natuurlijk, maar ook als directeur van de Defensiemusea. Onder andere het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Maar jij hebt ook een rol bij de museumkaart, die steeds populairder wordt. Wat doe je daar? Ik ben bestuurslid van de museumvereniging. En van de museumkaart, dat is een soort gekoppelde vennootschap, zeg maar. En de museumkaart is dit jaar weer erg in het nieuws geweest. Groot succes. En ik ben daar bestuurder. Ja, want ongeveer evenveel mensen als de hele provincie Utrecht hebben zo'n kaart. 1,3 miljoen mensen. Nou, 2 van mij zitten natuurlijk naast me, museumkaart. Ik heb er 1 gehad en ik heb er enorm van genoten.
Maar en nu komt er ook weer een zee van tijd al voor jou om lekker... Ja, ik denk zeker dat ik het weer ga aanschouwen. Ik heb er toen echt van genoten. Ik vind het een heel mooi En Mark? Fenomeen. Ik ben wat dat betreft een beetje cultuurbaar. Ik heb een seizoenkaart van Utrecht en de Houten bij. Dat is ook een museumkaart. Inmiddels wel. Supporten ook iets. Paul, toch neemt het heel erg toe. Want afgelopen jaar waren geloof ik 100.000 mensen extra bijgekomen. Ja, ik weet, een aantal jaar geleden hebben we toen als bestuur gezegd van... als we dan 900.000 of 1 miljoen halen, dan is de rector definitief uit... En hij groeit elk jaar met 100.000. Dus waanzinnig populair, ondanks de prijs. En zou je dan zeggen dat het toch in een bepaalde maatschappelijke laag van de mensen van Nederland is? Of gaat het door alle lagen heen? Dat was het van oorsprong wel, maar het wordt steeds breder. En er zijn steeds meer mensen die het gewoon bij de kassa van een museum horen... als ze er een keer naartoe gaan. En dan zeggen ze van, nou, je kunt ook een museumkaart kopen. Hoe duur is dat dan? Kan ik dan 400 musea in? Doe er mij maar één. Ja. En dat is toch uiteindelijk een verbreiding van het product. Ja, want voor de mensen die het niet weten... met zo'n kaart kan je dan voor een zeer gereduceerd tarief naar binnen. Nou, soms gratis, soms een paar euro. Maar ik heb wel het idee, Paul, dat de reguliere kaartjes veel duurder worden. Want het Centraal Museum kost nu 12,50. Dus dat is nog duurder dan de bios. Ja, maar je moet wel bedenken dat musea zijn echt zo ontzettend duur om te onderhouden. Kijk, elk bedrijf dat financieel ongezond is... Daar weet je alles van, Wilco. Dat gooit meteen zijn voorraden weg. He, geen voorraden, dat is zonde. Wij leven bij gratie van de voorraad. Dus wij hebben miljoenen voorwerpen die in de depots liggen. En dat kost goud. Maar jullie hebben ook dat je natuurlijk een schilderij aankoopt. En dat je hoopt dat daardoor meer mensen komen. Ja. He, uiteindelijk. Ja. Maar er zijn ook wel eens schilderijen die je koopt omdat je er 12 hebt... en de man heeft er 13 gemaakt en je kan er 13 kopen. En dan denk je, van heb ik ze alle 13? Ja. Er zit natuurlijk altijd een beetje hebberigheid in. Tuurlijk, dat kan ik niet ontkennen. Maar soms is het wel handig als je veel hebt. Dus zou het ook kunnen zijn dat die museumkaart dat die ten onder gaat aan zijn eigen succes? Dat is wel iets waar we met z'n allen heel erg op letten. Er is een moment dat die kaart te duur wordt en dan koopt niemand er meer. Of dan gaat het kantelen. Daar zijn we heel voorzichtig mee. Want het is natuurlijk wel, het gaat om... veel geld, 1,3 miljoen maal bijna 60 euro voor een volwassene, dat is veel geld. Nou, ben jij directeur onder andere van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Hè, veel tanks en vliegtuigen, noem maar op. Is het zo dat die kaart nu vooral wordt gebruikt voor kunstmusea... en dat de andere musea, ook Spoorweg Museum, misschien wat onderbelicht zijn? Nou, de kunstmusea die zitten soms aan 80% museumkaartbezoekers. Als je een beetje geluk hebt, dan zit je op 50%. Maar de musea zoals Soesterberg, ik ben algemeen directeur, niet daar speciaal directeur, maar algemeen directeur van alle musea van de Defensie. Maar daar zit je ongeveer op 35%. En dan zit het Spoorwegmuseum ook. En dat is eigenlijk wel fijn, want dan heb je 65% vol betalen. Oh, juist fijn. Ah, maar Mark zegt naast jou van, nou, ik ben eigenlijk een beetje een cultuurbarbaar. Maar er zijn 400 musea in Nederland, ja. Dus zit vast wel iets leuks altijd voor hem, toch? Nou, wat niet wil zeggen dat ik nooit in een museum kom, hè? Laat dat duidelijk zijn. Nee, je werkt natuurlijk ook hier. Nee, grappig. Dan zou ik vooral aanraden, blijf het volle bedrag betalen. Dan zijn de musea heel blij mee. Maar Paul, is het zo, dat hoor ik nou, 80% van de... grotere musea, dat die hun klanten halen uit de museumjaar? Nee, de kunstmusea halen soms wel... Dat niet voor het Rijksmuseum, want die heeft natuurlijk heel veel buitenlanders... maar de reguliere kunstmusea, die zitten soms, afhankelijk van het jaar... soms op 80%. Maar zeg je dan eigenlijk als museumdirecteur... liever niet, blijf maar weg met je museumkaart? Nee, want we hebben natuurlijk toch allemaal zoiets als een missie. We willen natuurlijk allemaal wel dat er zoveel mogelijk mensen komen genieten... van wat je allemaal biedt. Een soort zending die wij allemaal hebben in deze branche. Ik vond het nog wel interessant, jij, vanuit jouw financiële kant van de zaak. Hoe kijk jij naar dit verhaal? Nou, bij ons heb je natuurlijk seizoenkaarten die uiteindelijk heel belangrijk zijn. Ja. Die geven een soort body. Maar je losse kaartprijs is natuurlijk interessanter. Ja. Maar je wil zoveel mogelijk seizoenkaarten hebben. Maar ja, als je een wedstrijd uit kan verkopen met heel veel losse kaarten... Bayern München, die is zeer populair in de wereld... Ja, die elke seizoenkaart die ingeleverd wordt... die komt niet meer op de markt als seizoenkaart... maar die wordt als losse kaart verkocht. Ja. Zodat de club meer kan verdienen. Dus ik vind het wel heel interessant wat ik hier... Oké, nou, wie weet wat er ontstaat. Een voetbalkaart kan dus op de markt komen. Ja. We hebben ook altijd een rubriek trending vandaag. Wat is er hot op onze site of op onze Facebookpagina? En dat is vandaag het verhaal van mevrouw Baks Olk uit Vinkeveen. Want zij is vandaag 103 jaar oud geworden. En daarmee is ze de oudste inwoner van de Ronde Venen. En dat is natuurlijk reden voor burgemeester Dievendal... om even een bloemetje te komen brengen. En weten jullie hoe oud de oudste inwoner van Nederland is? 109? 111.
Dus dat is nog 61 jaar, Wilco. Oh, heerlijk. Hoor ik dat zicht. Heb ik nog even. Wat ben je een jonge Adonis, echt waar. Dank je wel. Ik zou nu willen dat je dan in de uitzending. Kun je nog één keer zeggen? Nee, nee, sorry. Ik dank voor jullie komst. Ik wil een brengen. Dat komt ja. Goed. Fijne verjaardag nog. En geniet nog van de tijd die je hebt bij FC Utrecht. Ga ik doen. En daarna Wilco van Schaik, Mark van der Wel en Paul van Vlijmen. Dank allemaal voor jullie komst. En u natuurlijk bedankt voor het kijken. En ik wens u een heel fijne avond. Dag.